In de gezondheidszorgsector zien we een trend dat we steeds meer gepersonaliseerd gaan behandelen. Dus in plaats van one size fits all, dat de behandeling wordt afgestemd specifiek op het profiel van de patiënt. Roche houdt zich in toenemende mate bezig met de personalisering van zorg, zowel op het gebied van diagnostiek als ontwikkeling van geneesmiddelen. Genomic profiling is een techniek die met name wordt gebruikt binnen de oncologie, waarmee je de veranderingen in een tumor in kaart wil brengen om die te koppelen aan mogelijke behandelopties. Welke trend je ziet binnen de oncologie is dat waar we voorheen behandelden op basis van indicatie, dat we in toenemende mate gaan behandelen specifiek op het profiel van de patiënt. Het proces van genomic profiling begint eigenlijk bij de patiënt met uitgezaaide ziekte. En dan kan er een stukje van de tumor worden verwijderd of er kan een buisje bloed worden afgenomen. En dan kunnen die tumorcellen specifiek onderzocht worden op afwijkingen. En we kunnen door middel van big data betere zorg verlenen, omdat we door de technologische ontwikkelingen en de personalisering van zorg steeds meer op zeldzame aandoeningen of zeldzame mutaties terecht gaan komen. Diagnose is eigenlijk het belangrijkste wat je als patiënt nodig hebt om te weten welke behandeling voor jou succesvol is. Het in kaart brengen van het foutje in je erfelijk materiaal, daar de behandeling op afstemmen, zorgt ervoor dat de trefkans sterk toeneemt. Personalized medicine heeft nogal wat barrières te slechten. En dat heeft ermee te maken dat we al tientallen jaren gewend zijn te werken op een bepaalde manier. Het hele complex hangt aan elkaar. Verander je één stuk, dan gaat het nog steeds niet werken. Dat is precies de reden waarom je iedereen bij elkaar moet brengen en zeggen van kijk, dit is de nieuwe manier van werken. Daar hebben we allemaal onze taken in en die moeten ook op elkaar afgestemd worden. Dus als je het individueel doet, gaat het niet lukken. De ambities voor de toekomst zijn dat iedere patiënt met uitgezaaide ziekte geprofiled kan worden, dat veel beter een behandeling kan af worden gestemd op het unieke profiel van de patiënt en dat we daarmee overbehandeling en onderbehandeling voorkomen.